ik ben altijd geïntrigeerd geraakt in optische illusies. En zo zijn er wetmatige structuren. Dit soort dingen heeft eigenlijk nauwelijks iets met de inhoud van het boek te maken. Maar het waren gewoon onderzoeken die ik zelf deed. Maar het rare is dat mensen er dan later betekenis in gaan zoeken. En die zeggen, god, wat heb je dat toch fantastisch. Je hoeft je niet ongerust te maken. Als mensen welwillend zijn, dan is er niks aan de hand. Evoking meaning rather than boldly presenting truth. This is the essence of typographer Carol Martin's work. To achieve this, he likes to experiment with numbers, abstract figures, and vivid colors. Dit is een project wat ik ooit al eens eerder gedaan heb. Dat is een periode waar ik geïnteresseerd raakte in de Vedische mathematiek. Dit systeem wordt gebruikt om tegelapplicaties te maken en decoraties op gebouwen en dat soort zaken. En mij intrigeerde dat en ik wilde zien hoe dat in kleur werkte. Nou, zoals wij de tafels hebben geleerd, 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16. Zij kennen dus geen getallen boven de 9. Dus het getal 10 wordt gereduceerd tot 1. Dus ze tellen heel eenvoudig de 1 en de 0 bij elkaar op. 12 wordt 3, 1 en 2. En dan heb ik dat gecombineerd met mijn belangstelling voor het systeem van drukken. En wat ik altijd heel wonderlijk gevonden heb, is dat je zeg maar met drie kleuren, drie primaire kleuren, alle kleuren van de wereld kunt maken. Dus je hebt hier de menging van drie en geel, een blauw-groen, een geel-groen. En hier krijg je dus een oranje-geel, een rood-geel. En nou is de enige kleur die ik nog moet drukken, is de 5. En dan is die eigenlijk klaar. Ik vind het altijd belangrijk, zoals ook bij goede wijn, dat een ontwerp een nadronk heeft. Dus dat je niet meteen, zoals met friet met mayonaise, dat het meteen ontzettend lekker is en dat je daarna buikpijn van krijgt. En ik vind dat bij ontwerpen tamelijk belangrijk dat er nog een verrassing is. Of iemand die verrassing nou ziet of niet ziet, dat doet me verder niet door te zaken. Maar voor de goede verstaander moet er nog iets zijn. Het interessante voor mij in die Vedische mathematica is dat het iets naïefs heeft. Het is eigenlijk een methode, een hulpmiddel om tot iets te komen. Ik ben dan nieuwsgierig om te zien hoe ziet dat er visueel uit. Dus niet alleen die nummers, maar dan ook die kleur. Dus dat je daar een soort beeld bij krijgt. Nou, voilà. De rood-violet. Ik vind het altijd prettig om op iets te drukken waar al iets op gebeurd is. Op een envelop, of dit is een archiefkaart van het Stedelijk Museum. Dat heeft een magische schoonheid, vind ik. Het is een soort dingen die vanuit de noodzaak gebeuren. Maar het is wel aardig dat bijvoorbeeld zo'n druk dan weer een aanleiding kan zijn voor een producent van stoffen die mij dan vraagt of hij dat mag toepassen. En dat is nu in productie. Je ziet hier verschillende kleurcombinaties. Later sturen ze me deze. Waarvan ik de kleur echt afgrijzelijk vind. Dit is weer een later. Maar als ze zo'n stof gaan produceren, dan doen ze dat graag in verschillende kleurcombinaties. Maar tot nu toe vind ik dit wel de mooiste. Dat is echt heel zorgvuldig gemaakt, heel mooi. During the 70s, Carol Martin's worked for Sun, a socialist publisher led by a group of highly motivated individuals. He succeeded in giving all their publications a very distinctive appearance. Kijk, ik was op zoek naar een soort identiteit voor de Sun, maar terughoudend, zodat het niet, je kunt er met grote letters Sun op zetten, maar ik had al ervaring met vorige series, dat op een gegeven moment je in de weg gaat staan, als dat de dominant wordt. Dus, en bij de Sun hadden ze dus gewoon ook uit economische overwegingen een standaardformaat, gebaseerd op een papierformaat bij 65 bij 64. En ik vond dat formaat een beetje lomp eigenlijk voor boeken. Ik probeer dat te corrigeren en meteen daar ook een identiteit aan te ontlenen. Dus zeg maar, al die boeken die overlappen hier. En dat geeft dus een balk op de rug.
En aan de bovenkant, hier bij de eerste, heb ik het ook nog onder gedaan. Maar dat heb ik later laten vervallen. Dat vond ik dan weer net iets te veel. De Sun, zeg maar, is in die tijd is ontstaan vanuit die studentenbeweging. En het was voor mij een hele bijzondere ervaring dat ik daar echt gemotiveerde mensen tegenkwam. Niet dat ik zelf nou zo praktiserend socialist was, maar in ons vak heb je met een opdrachtgever te maken. En als die opdrachtgever goed gemotiveerd is, dan helpt dat heel erg. Dus het is zelfs zo, als die opdrachtgever niet deugt, dan kun je eigenlijk mensen goed thuis blijven, want dan wordt het gewoon niks. Martens has been teaching throughout most of his career. For instance, here at Werkplatz Typografie in Arnhem. Dus je op een podium wandelt en dan onmiddellijk terug naar beneden. Dus eigenlijk is dat een nutteloze beweging of een extra drempel om de ruimte binnen te komen. Het is ook wel een beetje een Escher-achtig idee. Ja. Ik werk dus al een hele tijd rond Mark. En dan ben ik er eigenlijk op uitgekomen dat ik Mark echt moet zien als mijn object. Dat hij eigenlijk geen eigen inbreng meer heeft. If you look at the two different ones, there's a connection. Like this one is more about vibration. But it is also your intention to make a connection with sound, or in the end, or not? Yeah, I think in the end. De beste manier om met studenten om te gaan is om te beginnen ze serieus te nemen, maar goed naar ze te luisteren en te vertrouwen. Ik vind dat er heel hard gewerkt wordt en dat studenten echt op zoek zijn naar oorspronkelijke antwoorden. Dus dat ze op een onconventionele manier omgaan met hun vermogen. En daar zie ik echt hele bijzondere dingen gebeuren. Ik denk dat je eigenlijk altijd dingen zou moeten doen die je denkt te moeten doen. Dus als je zei, ik wil twee vliegen aan elkaar knopen, zo'n beetje statistisch gedacht, ik zal het nooit doen. Maar je moet het doen, hè, om te zien of het iets... Ik heb meer spijt van de dingen die ik niet gedaan heb, van de dingen die ik wel gedaan heb. Ook al zijn ze vaak desastreus afgelopen. Dus als je ook met een grid moet spelen, moet je ook met de werkelijkheid kunnen spelen. En dat is wel... iets wat ik begin te leren. Ja.